Piet Keizer zwaait eind jaren 60, begin jaren 70 met Johan Cruijff succesvol de scepter over Ajax. De eigenzinnige linksbuiten is zowel op als naast het veld bepaald geen meeloper en zijn omgeving krijgt maar moeilijk vat op hem. Als voetballer is Keizer ook onnavolgbaar. Hij doet vaak onverwachte dingen in het veld en is technisch zo begaafd dat hij de voorzetten neerlegt waar hij ze hebben wil. Onder voetbalkenners staat hij voor eeuwig bekend als de koning van de schaar. 34-voudig international Keizer is zijn hele carrière verbonden aan Ajax. Hij wint 6 landstitels en 3 keer de Europa Cup 1.